Wij hebben dus een mystery guest. Ja. Zou jij je eindelijk eens een keertje willen voorstellen? Yes. Wie ben jij? Nightmare. Daar kun jij echt van genieten. Hele goede avond allemaal. Ja, welkom bij deze gezellige spelletjes quiz. Wij hebben dus een mystery guest. Ja. Zou jij je eindelijk eens een keertje willen voorstellen? Ja, Mr. E. Guest. Wie ben jij? Wie ben jij? Wat doe je hier? Ja, wat wil je weten? Nou, je pincode vooral. Oh, die kan je krijgen van me. Zit tussen de 0000 en 9999 in teken. Ja, precies. Nee, maar oké. Okay. Maar oké. Okay. Maar oké, okay. Wie ben je? Vertel. Ja, wil je mijn echte naam wat? En je mag ook je andere naam pakken van de en de dinges. Komt wel goed, schat. Laat nou. Ja, komt ja. Goed. Hij moet zich gewoon geld opdagen. Klaar en die kant op. Nightmare. Nachtmerrie. Inderdaad. Worden in Nederlands onder. Ja, wat wil je weten? Ja, ik ben 33. Hoe kom je hier? Ja. Hoe kom ik hier? Nou, met een trein. Ja, maar hoe ken je Karin, mij, jezelf? Jezelf ken je al natuurlijk, maar... Ja, mezelf ken ik niet. Laat ook andere mensen rustig luisteren. Waar ken ik je van? Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, dat mag natuurlijk. Ja, van Bigo ken ik dat. En... Ja, altijd gekke streams gaat ermee. Dus, ja, precies. Ja, nou, jullie weten dus nu wie het is. Dat is onze Nightmare. En nou, leuk dat je er bent. Het zou nog leuker zijn als jullie ook op Bigo komen en ook bij mijn familie. Als die nog doorgaat. Jawel, tuurlijk gaat die door. Hey, alles voor de family, alles toch? Voor de fam. Ja, precies. Ik toch? Yes. Kijk! Hey. Echt, hè? Mooi, maar wij hebben dus een spelletjesquizavond en ik moet een beetje over Ro heen, want anders trekt hij het niet helemaal. Wat je ook kan doen is om gewoon iets naar achter te zetten. Dat heb ik gedaan. Nou, nog meer naar achteren. Zo, beter. Maar ik heb dus namelijk heel veel Pickwick dingetjes gespaard. Ik ga dus namelijk even een aantal vragen stellen aan de gasten hier. Ja, op dit moment wel. Jij bent ook gast. Ja, en voor mezelf ben ik gast. Ja. Oké, dan beginnen we bij een Nightmare. Welke liedjes roept speciale herinneringen op bij jou? Haas is de vlieger. En waarom? Als je dat niet kan of wil vertellen, hoeft dat ook niet. Op dat moment is mijn hond overleden. Oké. Ja, dat is... en was het een leuk, lieve hond? En wat was het voor hond? Een toy poodle. Oké. Ken ik niet, maar ik kan het wel... Dat was mijn eerste hond. Oké. En hoe jong was je? Oud, jong? 15. Oké. Bijna 15 jaar geleden. Meer dan 15 jaar geleden. Ja, dat is heftig. Ja, dat is inderdaad heftig. Ja, klopt. Ja, voor de rest weet je niet echt. Oké. Nou, dan ga ik ook die vraag aan jou stellen. Welk liedje roept speciale herinneringen bij jou op? Speciale herinneringen. Er zijn ook wel liedjes die allemaal herinneringen hebben. Voornamelijk Mister met Broken Wings, volgens mij. En waarom? Het is eigenlijk vaak het nummer dat ik opzette als ik uit mijn werk van buiten weer terug naar Nederland reed. Oké. Dan ben ik weer een soort van vrij. Oké, ja. Oké, duidelijk. Nou, en bij mij is het dus namelijk Jan Smit met Naam in de Sterren. Waarom? Die is dus namelijk gedraaid bij de begrafenisplechtigheid van mijn oma. Dus als ik die ga opzetten, dan is het echt wel tranen. En dan heb ik nog een kleine intro muziekje, dat is van Enzo Knol, en want die maakt mij weer blij. Wauw. Wauw. Ja. Ja. Alsof dat nog niet genoeg is gezegd. Wauw. Nee.
Nou, dan gaan we naar vraag nummer 2. Ro, aan jou. Als eerst. Ja. Okay. Wat zou je nog eens willen leren? Wat wil leren? Ja, de vervolgstap in de beveiliging natuurlijk. En waarom zou je dat nog verder in willen leren? Vertel, dat is... Omdat ik graag iets wil leren. En dit lijkt me wel een vervolgstap voor hetgeen ik al geleerd heb. Oké, okay. Nou, dat is toch volgens mij duidelijk, toch? Ja, hoop ik. Nou, aan jou. En weet je nog de vraag of moet ik hem weer even stellen? Wat ik wil bereiken in mijn leven. Leren. Ja. Leren. Wat en wat zou wat ja. ik wil leren. Ja. Weet je niet. Oké, okay, nou dan. Ik zou echt niet weten. Het enige wat ik zou weten is dat ik mijn agressie kwijt wil. Oké. Okay. Dat is wel een hele goeie. Anger management. De wie? Anger management. De wie? Ja, dat klopt, maar dat weet ik niet. Ja, goed, maar dat, nee, dat heb ik al een keer gehad. En dat, okay. Ja, weet je, dat weet ik niet. Ja, ik ken alleen de film, maar verder. Ik kan alleen de film, maar verder niet. Wauw, oké. Nou ja, en wat ik zou willen leren, dat is nu helaas, iedereen die weet het, depressietijd bij mij. Maar oké, als ik dat niet heb, ik zou wel willen leren hoe rustig Ro altijd blijft als ik dus boos ben. Okay. De rustigheid. Ik zou denken dat je blokfluit wil leren spelen. Nee. Niet. Maar die teksten die wil ik wel in de wc hebben. Ja, dat is een hele goeie. Wat? Nee, dat komt wel. Dat komt nog wel. Oké, daarom niet. Die zie je echt nog wel een keertje voorbij komen. Oh. En ik was al zo aan het kijken naar je tegeltjes. Ja, stel niet uit tot morgen wat u heden door een ander kunt laten doen. Ja, nou, eventjes een vraag voor mezelf. Okay. Met wie wil je snel een kopje thee drinken? Als ik daaruit mocht gaan kiezen, dan heb ik er eigenlijk twee. Dat is mijn twee oude begeleiders, die ik eigenlijk nog wel heb, maar eigenlijk ook weer niet. Dat is Christa en Carolien. Ken ik allebei niet. Ook niet vandaan. Nee. Dus nee, maar daar zou ik echt nog wel snel, als het alles voorbij is, zou ik daar heel graag nog een kopje thee mee willen drinken. Hallo, maar je mag twee mensen in je huis hebben. Ja, als alles er voorbij is, waarschijnlijk ergens in maat. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Nee, maar dan moet het uit één gezin, familie komen, één groep. Dit zijn twee aparte personen, zeg maar. Ja. Ze mogen niet dan tegelijkertijd komen. Huh? Nee. Is het nog steeds één? Wauw. twee gasten hebben uit een ander huis, zeg maar, huishouden. Oké. Okay. Okay. Dan gaan we gelijk weer door naar jouw night. Met wie wil jij nog snel een kopje thee drinken? Nou, eigenlijk niet, want ik drink eigenlijk helemaal geen thee. Dus wat ik hier doe, is eigenlijk helemaal niet goed. een kopje koffie, ook prima. Koffie, ja. Ja, hier, en hier staat thee, maar... Ja, ook een van mijn begeleiders. Ja. Waar ik heel goed contact mee heb gehad. En nou niet meer. Oké. Dat is minder. Ja, die was toevallig kaal. Ja, dat kan. Ja, dat kan. En maar ben jij hier ook wel bovenop? Ja, dus. Bovenop. Dat komt door iemand anders, hè? Dat komt door iemand anders. Die heeft me onder de duim gehad. Kijk, dat is mooi. Oké, nou, lieve schat. Ik zou met jou een kopje thee willen drinken. Nou, straks, is goed. Ja. Staan. jij kunt toch niks terug zeggen, lieve schat. Nee. Kom hier dan. 1, 2. Ja, kom. 1, 2. Ja. Zo. Hey. Ja, en ze wil er ook even bij. 1, 2. Nee, want anders wordt het weer te veel voor in het beeld. Oh, top. Jammer. Ja, straks. Misschien. Dan gaan we weer even door naar onze lieftallige nachtmerrie. Helemaal geweldig. Wat is jouw avondritueel? Wil je dat echt weten? Ja. Voor het slapen gaan we zo'n joyriden. Ja.
op Bico scrollen. Ja. En eigenlijk daarna gaan slapen. Oké. Okay. Als ik ga slapen. Oké, okay, top. Ja, jouw ritueel, lieve mijn schat. Ritueel, ja. Wat voor avond is natuurlijk. Kijk, als ik de volgende dag vroeg moet werken. Ja, waarom ja. Dus dat ik thuiskomen en nog wat broodjes maken, even opruimen, douchen, tanden poetsen en dan mijn nest in, eigenlijk. Oké, okay, mooi. Een beetje, kort door de bocht terecht. Oké, okay. Nou, mijn avondritueel is eigenlijk altijd heel, nou ja, lang wakker blijven, omdat ik gewoon niet kan slapen. En als ik niet kan slapen, dan is het vlogs editen. En als ik dan dat heb gedaan, dan is het nog eventjes tv kijken op mijn telefoon. En dan is het nog vlogs kijken zoals Enzo Knol. En Milan Knol dat niet, want die maakt niet echt vlogs. Timo Miedema en Tim kijk ik ook af en toe. Dus ja. Hè? Don ook. Don de Jong. Ja, helemaal goed. Dus ja, wij gaan even verder. En komt helemaal goed. Yes. Dus... ik zou zeggen, vond je dit nou leuk? Blijf toch even kijken. Dag, later. Zo. Nightmare. Daar kun jij echt van genieten. En daar is de camera, hè? Ja. En van seks. Ja, oké. Okay, dat is prima. Ja, niet alleen dat. Een goede borrel. Goede borrel. Heel goed zijn. Ja. Goed gevuld. Beetje whisky, je weet toch? Hij niet de app. Nee. Hij drinkt geen alcohol. Nee, ga je eens even die kant op. Nu. Nee. Nee. Terug. Kom maar. Want zij is en de aandachtvraagster en zij krijgt geen aandacht in principe. Jawel, van mij. Ja. Goed zo. Zo. Dus een lekkere borrel. Ja. Ja, zoals je zei, een goede beurt. Okay. Ja, en dat heeft ook een mens nodig. Hey. Ga eens even move. Ja, zij wil hier liggen, achter je. Oh, mag daarom, kom maar. Kom maar. En twee? Lekker een warm kussentje heb je dan. Oké, nou schat, waar kan jij echt van genieten? Even wat langer in het bed blijven liggen. Ja. Oh ja. Niks hoeft te doen. Ja. En lekker in mijn eigen huis even rondhangen. Zonder eigenlijk doel. Koek, koek. Zonder doel lekker thuis rondhangen. Oké. Okay. En waarom vind je dat lekker? Dat is gewoon lekker. Oké, okay, ja. Relax. Niks, geen pressure, geen druk of de dingen. Nee, precies. Nou, waar ik ook echt van kan genieten, dat is inderdaad ook af en toe lekker een buitenwipje. Of zo. Of van even een... kinderwip, ja, precies dat. En van een lekkere glas wijn. Inderdaad ook wat Ro zegt, lekker wat langer in je bed blijven hangen. Niet uitslaan, want ik ga mijn bed niet verkopen. Nee. En gewoon kan lekker... Kan je verhuren? Nee, ook niet. Ook niet, ook niet. Ook niet. Wow. Ook niet. Ook niet. Ik kom niet met die droge opmerkingen. Wat is het nou? En dan gewoon waar ik ook lekker van kan genieten. Dat is gewoon en met mijn vent lekker op stap. Gewoon lekker kuieren. En kuieren, dat is dus gewoon even net zoals in mijn lekker lopen. Okay. Yep. Dus ja, dat. Ja, gewoon lekker struinen. Weet je, dat is, ja, dat vind ik leuk. Ja. Oké, Nightmare. Welke droom is al uitgekomen bij jou? Geen. Je nachtmerrie. Geen. Ja, en je nachtmerrie niet. Nee, letterlijk okay. Geen. Geen, oké. Okay. Geen. Oké, okay, nou, dat is jammer. En heb je wel dromen? Ja. En mogen we ook weten wat? Wat ik dus al eerder zei, trouwen, huisje. Huisje ja, precies. Dat soort dingen. Ja. Eigenlijk een kind. Ja. Godverdomme 33 en ik loop nog steeds kinderloos. Nee, moeven. Ja, sorry. Dus. Ja, nou ja, dan hopen we dat, en ook de kijkers, dat het jouw droom mag uit gaan komen. Mm-hmm. Als ik de picknick moet geloven wel. Dus, mocht je nog een oproepje willen doen. Nee, kid. Gekke joh.
Dat moet komen, dat moet niet. Ja. Bij deze. Nou, bij deze mensen. Dit is. Nightmare? Nightmare. Dat is een bijnaam op Bigo. Dus ik zou zeggen. Onder andere ook mijn bijnaam in het echte leven nu. Ben je niet op de achtergrond? Dat, en dat is zijn bijnaam hier in huis. Ook. Ook, precies. Dus dat. En dus ik zou zeggen, ben je nog vrijgezel? Reageer even hier even onder. En anders kom even op Bigo en Nightmare even opzoeken. En anders mijn even opzoeken. Mijn naam weet u wel, want dat staat ook in mijn YouTube. En dan komt het helemaal goed. En dan kunnen we deze lieve jongen koppelen. Misschien wel aan jou. Precies. Oké, lieve schat, welke droom is al bij jou uitgekomen? Nog niet. Nog niet? Nee. Waarom is jouw droom nog niet uitgekomen? Vertel. Omdat daar de middelen niet voor zijn. Zoals? Dat is een mooie auto. Ja. En wat voor auto zou je willen hebben? Een mooie zwarte. Waarom een mooie zwarte? Ja, niet een lelijke zwarte, daar heb je niks aan. Het moet wel een mooie zwarte zijn. Ja, maar welke auto? Ja. Met die vier wielen eronder. Ja, maar even. Een stuur aan de linkerkant. Een ja, maar wat voor merk? Merk, mag ik dat noemen? Ja, dat mag. Dat is een stoelauto. Voor degene die het weet. Nou, wat is het? Een Seat. Een Seat dus, jongens. Ja, gewoon een Seat. Oh. Een Seat, een stoel. Ja. Dus ja. En wanneer denk je ongeveer die droom dat hier gaat uitkomen? Geen idee. Oké. Wanneer er genoeg geld is, dan denk ik niet behoorlijk gekopen. Zo. Nou, of mijn droom al uit is gekomen, jongens. In zekere zin wel. Want op mijn verlanglijstje stond al heel lang trouwen. Oh. Mijn eerste huwelijk die ging niet door. Dat vond iemand anders dus niet nodig. Die vond het leuk om het 6 weken van tevoren te cancelen. En deze lieve schat, en die had zoiets van, nou, we gaan gewoon lekker trouwen, punt. En dan doen we. Zeg wel, doen we dat. Of .com, je mag zelf kiezen. .com, hè? Dat is internationaal. Ja, precies. Niet .nl, maar .com. Ja, .com. .nl. Dus dat stond eigenlijk al heel lang op mijn verlanglijstje. En nou ja, wat ik dus al heb gezegd, ik wil gewoon dat nu graag... een groter huis. Sowieso. Plek onder de zon. Ja, precies dat. Dus ja, dus dat. Oh, daar ben ik ook niet vies van, hoor. Een huis onder de zon. Oké. Nee, geef niet. Laat. Oké, lieve schat. Zonder welke 3 dingen kun je niet leven? En nu gewoon even serieus, Eva. Welke 3 dingen je niet kan leven? Nou, zonder longen kan je niet leven, zonder hart niet en zonder hersenen niet. Denk ik toch. Ja, oké. Zo serieus hoef je ook niet te zijn, maar gewoon... Ja, dat lijkt mij toch het meest praktische. Toch? Ja. Die had ik niet aan zien komen. Zijn er rare dingen of zo? Kun je zonder hart leven? Nou, dat is een beetje lastig. Jawel. Ja, de kunst. Een zwart hart. Een zwart hart? Ja, oké. Ja, zo'n ja, klophart, zeg maar. Is een half dood hart, dan kan je mee leven. Oké, een half dood hart kun je mee leven. Weet niet hoe, maar... Oké. Maar Ro is een beetje te serieus, een beetje te... je vraagt, je krijgt antwoord. Benny op de achtergrond, zonder welke 3 dingen kun je niet leven? Ik ga nou niet zo serieus doen. Vader? Ja. Moet het echt per se 3? Ja. Ja. Je mag ook sigaretten noemen. Een computer? Ja. Misschien heel raar. Ik denk ook mijn wietje. Ja, dat kan. Dat snap ik. Want dat is, een beetje rustvol, laat ik het zo zeggen. Oké, duidelijk. Nice. Okay. Toppie. En toen was Benny op de achtergrond even lekker goed in beeld. Dan ga ik even goed in beeld. zonder welke 3 dingen ik niet kan leven. Nou, misschien ben ik dan wel heel erg egocentrisch. Of weet ik veel hoe ze dat allemaal gaan zeggen. Nee, ik weet niet of dat de juiste woord is. Maar
je kan natuurlijk altijd wel zonder een man leven of zonder een vrouw of zonder een partner. Maar voor nu, als ik voor nu moet gaan kiezen, dan zou ik niet meer zonder rook kunnen leven. Ook al heb ik ruzie of woorden of wat dan ook, het komt altijd weer goed tussen ons. Ik kan niet lang boos blijven, dat zit gewoon in mijn aard. En sowieso ook niet zonder mijn dieren. Zonder mijn dieren ben ik gewoon niks. En zonder nog iemand ben ik ook niet. Kan ik ook niet leven, maar dat even terzijde. Ja, dat is dus. Tussen die dringen kan ik gewoon niet leven. Nee, precies dat. Gaan we naar de next. Hartstikke idee. Wanneer neem jij een momentje voor jezelf? Dat is een hele leuke voor mij. En dan begin ik eens een keertje weer bij mezelf, want ik kies eigenlijk nooit mezelf gelijk als eerst. Het komt nu de twee heren. Mm-hmm. Wanneer ik tegen momenteel een momentje voor mezelf kies, en dat wil ik eigenlijk een beetje in gaan houden, hoe moeilijk het ook is. Dat is eigenlijk na het eten, gewoon eventjes een kwartiertje, half uurtje of gewoon even een uurtje, gewoon even op bed liggen, gewoon even mijn rustmoment gaan zoeken. Gewoon even uitbuiken, inderdaad. Wat Bendy op de achtergrond ook al zegt. Even lekker uitbuiken. Dus, dan gaan we even inderdaad naar Bendy op de achtergrond. Wanneer neem jij een momentje voor jezelf? Kan ik niet. En het is misschien heel raar te zeggen, maar daar heb ik dat liedje voor. Oké, okay. Nou, dat is ook al een... Dat is jouw momentje. Ja, nou, dat is jouw. Dan is het mijn momentje. Ja, ja. Dat is toch prima. Ja. Dat is prima, dat is juist goed. Mijn lieftallige man. Een moment voor mezelf? Ja, een momentje voor jezelf. Als ik nog eens naar de wc moet, dan pak ik daar even een momentje voor mezelf. Dus niet om bij te kijken. Hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel gelijk. Dat zijn nou even rare dingen. Zo. Hij heeft wel gelijk. Die was ik even vergeten. Nee. Die was ik even vergeten inderdaad. Zo. En dat was me nog wel goeie, jongen. Wow. Ja. Ja. Oké, deze had ik niet verwacht. Echt? Bij mij is hij bijna leeg. Nee. Iemand zit eraan te spelen. Ja, precies dat. Maar dat maakt niet uit. En ook al is hij wel leeg. Jammer, dan komt het goed. En dan hebben we hier ook nog een lamp. Hou eens op. Dank u. Afblijven. Ja. Welke bordspellen staan er in jouw top 3? Oeh, die is leuk. Dat is sowieso, hoe heet die spel? Monopoly? Met blokjes. Nee, met die huizen. Is dat Monopoly? Ja. Maar Emma, dan heb je er meerdere varianten van. Ik zie ook nu echt in de spiegel dat flikkerlampje, maar oké. En de Haagse bordspel, die heb ik hier ook staan, maar die is niet van mezelf. Dat is van een maatje van mij. Dit is leuk. Sorry, en we moeten even lachen. En de lamp hier, die gaat af en toe aan en uit. Dat is voor wat meer licht. Vindt hij leuk. Dat vindt hij leuk. Waarschijnlijk mijn opa, die dit nu doet op dit moment. En de top 3, mens erg je niet. En ja, ik heb niet eigenlijk zo heel veel bordspellen. Nee. Ganzenbord, inderdaad. Okay, ja. Okay. Leuk, okay. Ja. Okay. En maar dan wel de en de kinderbord gans. Kinderganzenbord. Ja, en de kinderganzenbord. Want dat is leuk. Nee. Ja, wel, die is leuk. Die is vreselijk. Nee. Dat ben ik nooit. Nee, maar ik wel. Dat is okay. Het leukste. Okay. Sorry mensen, als jullie er last van hebben, mijn excuses alvast voor het lamp die aan het flikkeren is. Ben je op de achtergrond? Weet jij de vraag nog? Nou, ik ben volgens mij op de voorgrond hoor. Niet op dat grond. Ja, nu wel. Ja, okay. Welke drie spellen zou ik wel leuk vinden? Is dat alleen bordspel? Of? Bordspellen. Ja. Spel met een bord. Dan zit ik inderdaad over Monopoly, Cluedo. Ja. En. Wacht hoor. Ja. En. Ja. Ja, ook wel mensen erg genieten. Ja. Alleen ik erger me zoveel om mensen erg genieten. Ja, ik niet. Dat is ja. Leuk. Ja, ja, dat ik wel. En dus dat zijn maar er zijn twee. Er wel drie.
Oké, ja. Mooi. Lieve schat, jij. Ja. Vertel. Nou, één spel dat ik leuk vind is Monopoly. Monopoly. Ja. Er zit een stukje strategie in, dat vind ik leuk. Wat ik ook leuk vind is Risk. Ja. Oh, maar daar kom ik bijna nooit naartoe. Dat is met je twee die kan doen eigenlijk. Irritant. Ja. En het derde spel, dat is een variant op Mens Erger Niet. Ik zag bedacht, dat is leuk. Dat is Mens Erger Je Wel. Het heeft iets andere regels. Twee dobbelstenen. Ja. Is een vakje bezet, dan mag je het niet afgooien, moet je ervoor gaan staan. Gooi je dubbel, mag je nog een keer. Gooi je 1 op 6, mag je iets nieuws opzetten. En ja, het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk met z'n allen thuis komt. Oké, right, top. Nou, ik wil jullie bij deze even graag bedanken voor het kijken naar deze leuke, gezellige quiz. Vind je deze nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf je zeker op de hoogte. En reageer even. Dank jullie wel en tot de volgende quiz die we gaan doen. Doei! Doei.